Ik heb u in het begin van deze uitzending nog even gehad over een goede trainer die ik ooit heb meegemaakt. Een andere trainer die gerust ook gezien mag worden als een fenomeen. Helaas ook, hij is niet meer onder ons. Dat is Frits Korbach. Hij kwam bij Volendam. En dat was dan net eigenlijk een verkeerde club voor hem. Men was ook zeer enthousiast over deze club. Maar u weet, de Volendammers, die hebben de neiging om nogal makkelijk met bierglazen om te gaan. Men drinkt nogal flink en vrolijk. Maar Korbach had het vermogen om met die gasten in Volendam mee te drinken. En zelfs ze nog onder de bank te weten te krijgen. En als die gasten, die voetballers, omvielen, dan stond hij nog quasi recht. En dan ging hij nog gewoon door met en drinken en praten. Een kostelijke man die zeer geliefd was. En 's morgens vroeg werd er altijd getraind met maar 4 man. Want de rest die moest werken en wij waren halve idioten. En die wilden graag voetballen, verdienden daar verder niks mee. Het was altijd Johan Steur, Johnny Holshuizen, Korbach en ik. En dan hadden we een hele simpele oefening. We stonden zeg maar in een soort vierkant. En ook door elkaar. En dan moesten we keihard de bal op iemand aanspelen. En die moest hem dan meteen direct kaatsen op een van die andere 3. En als dat niet goed ging, moest je een euro of een gulden toen betalen aan die 3. Nou, dat was natuurlijk alleen maar narigheid. Want de bal was of niet goed gespeeld, of hij had het niet anders kunnen spelen, of hij werd niet goed ingespeeld. En er werd gevloekt en gescholden. Het was zo erg. We zaten daar midden in een woonwijk. En alle moeders, die haalden hun kinderen tegen die tijd naar binnen, omdat ze dat niet helemaal goed vonden voor hun opvoeding. Hij ging altijd voorop in de strijd. Hij kon rennen als de beste. En ik kan me nog herinneren, ik had in die tijd, was ik al 35 en ik had geen club. Maar ik wilde nog zo graag voetballen. En ik dacht, ja, het liefst bij Volendam. Maar ja, die hadden wel andere spelers. Maar Korbach kwam daar en dus ik dacht, weet je wat ik doe, ik bel die Korbach op. Ik kreeg zijn vrouw aan de telefoon. Ik zei, mevrouw, wat heeft u een mooie stem. Ik denk, ja, als je de vrouw van de trainer mee hebt, dat scheelt al een stuk in de contractbesprekingen. En ik had een goed contact met die mevrouw Korbach. Wil, schat van een mens. En uiteindelijk zei ze, nou, ik zorg wel voor dat Frits je vanavond even belt. Nou, en s'avonds ging de telefoon. Ik zeg, nou, meneer Korbach, ik zou graag bij Volendam willen spelen. Niemand wil me meer hebben, u bent mijn laatste kans. Hij zegt, nou, ik heb je wel gevolgd, dus laten we maar eens proberen, hoe is de conditie? Ik zeg, nou, ik heb al een tijdje niks gedaan. Hij zegt, nou, we spreken morgen af op het AFC-veld in Amsterdam. De Boerenlaan, bij het WTC. En neem je loopspullen mee. Dus ik daar naartoe. Korbach, goedemorgen. Nou, hij zegt, we gaan een beetje lopen. Je ziet hier dat voetbalveld, daar gaan we hier beginnen. En dan loop je gewoon een ronde, net zolang tot je niet meer kunt. Ik loop met je mee en kijk maar hoe ver je komt. En wij gaan beginnen, maar na ongeveer 2 ronden had hij me al een keer gedoubleerd. Zo hard ging hij en zo langzaam ging ik. Want ik was totaal weer niet op voorbereid. En Korbach was een hele goede loper. En ik was kapot na misschien een rondje of 7. En toen had ik het wel gezien. Hij zegt, zo is het genoeg. Ik zeg, ja, maar hoe vindt u het? Hij zegt, mag niet mopperen. Hij zegt, morgen kun je beginnen. En dus de volgende dag naar Volendam. En met die Korbach heb ik een geweldige tijd gehad. Hij was geestig. Je kon echt de meest afschuwelijke dingen met hem meemaken. En een van de dingen die ik altijd leuk vond, en voor de wedstrijd werd er een wedstrijdbespreking gehouden. Je moet je voorstellen, dan zitten alle spelers in een lokaal. En dan had hij gewoon een schoolbord. En dan ging hij alle spelers individueel af. En dan kwam hij bijvoorbeeld bij Johnny Holshuizen. Dat was een middenvelder. En dan zegt hij, een pijltje naar boven betekent dat hij moest diep gaan. Maar een pijltje naar beneden betekent dat hij ook nog moest verdedigen. En een pijltje naar de zijkant betekende dat hij ook nog af en toe moest knijpen. En een pijltje naar de binnenkant. Hetzelfde, al naar gelang de situatie. Dus op een gegeven moment dat bord, dat stikte van de pijltjes. Maar die boot volgde het meer. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat elke speler moest eigenlijk alles doen.
verdedig, aanvallen, naar binnen, opkomen. Dat kon je zo gek niet bedenken. En dat deed hij altijd met een geweldig enthousiasme. En hij gaf je zoveel vertrouwen. Moesten ooit in zijn laatste wedstrijd spelen. En hij zei tegen de hele kleedkamer: jongens, we spelen morgen tegen VVV. Maar die kunnen er echt geen hout van. Daar hoef je niet druk te maken. Wij worden kampioen. We gaan naar de Eredivisie. Toen moest die wedstrijd nog gespeeld worden. Maar je kreeg zoveel vertrouwen van die man. Dat je dacht, ja, het zal wel waar zijn. Er kan helemaal niks gebeuren. En hij had bijna altijd gelijk. En onder zijn leiding werden we toen ook kampioen. En we zijn gepromoveerd. Hij deed zelf ook nog wel eens mee met voetballen. En altijd op vrijdag, vlak voor de wedstrijd, liet hij de achterhoede van het eerste spelen tegen de voorhoede van het eerste. Dus die speelden tegen elkaar. Nou, ik had altijd de pech dat je tegen Nico Zwarte moest spelen. Dat was een fantastische voetballer, sterk in het duel. En zo geil serieus, altijd serieus. Op vrijdag laatste training dacht ik wel eens, nou, ik spaar me wel voor de wedstrijd van zondag. Maar die Nico Zwarte, die ging er altijd vol in. En dan moest ik dan daar tegen staan en ik was altijd kansloos. Die man was gewoon niet te passeren. En uiteindelijk wist ik me dan wel koest te houden. En hij deed dan ook altijd mee als een mannetje tekort kwam. En dan noemde hij zich altijd Alto Belli. Had hij zijn trainersjack in zijn broek. Zijn sokken over zijn trainersbroek. En dan kwam Alto Belli. Voetballen kon hij niet, maar het was fantastisch. En wat hij altijd ook deed, Korbach, was als je voor de tweede helft op het veld kwam. En ook zeker bij de eerste helft. Nog even naar alle spelers toe, heel kort. Even vertellen wat er van ze verwacht werd. En dat deed hij bij alle team, behalve bij mij. En ik zei wel eens tegen Korbach, waarom hoor ik dan nooit wat? Hij zei, jij bent niet goed bij je hoofd, jij onthoudt het toch niet. Nou ja, ik zeg, Korbach, niet leuk van u hoor. U doet toch ook mee? Maar goed, dat was ook Korbach. Geweldige man. Ik zei, even denken of ik nog iets van hem kan vertellen wat een beetje de moeite waard is. Hij heeft trouwens wel succes gehad ook, want hij is ook nog naar Twente gegaan. En met Twente ook nog een kampioenschap meegemaakt. Weliswaar ook uit de eerste divisie naar de eredivisie. Dat deed hij naar Volendam. Hij is 2 keer bij Volendam terug geweest. Altijd wel goede resultaten geboekt. Helaas is hij niet meer onder ons, Korbach, ofwel Alto Belli. Hij had ook een boetepot. Als er wat gebeurde, dan moesten alle spelers daar, die dan iets gedaan hadden, €5 in de pot gooien. En 1 keer heb ik ook een boete gekregen. Ik had allemaal oude auto's. En tussen Amsterdam-Noord en Volendam had ik een keer pech met de auto. En ik denk, allemachtig, straks kom ik te laat en dan krijg ik weer een boete. Maar ik wist dat Korbach er ook nog aan moest komen, want ik kwam uit Zwolle. Dus ik wachtte hem en even later zag ik hem aankomen rijden. En ik zwaaide naar hem dat hij moest stoppen. En wat denk je? Hij zwaait terug en rijdt gewoon door. Dus ik kom een half uur later op de training. Hij zei, Kramer, je bent te laat. €5 boete. Ik zei, ja, maar je ziet me toch staan. Hij zei, nou, zorg maar dat je er bent. Dat was hij ook, hoor. Hij was keihard dan. Toch als je al die wedstrijden bekijkt, is het bij Volendam toch het allerleukste geweest. In al die jaren bij Volendam hebben we fantastische spelers gehad. Natuurlijk mag ik Dick de Boer niet vergeten. Hij had altijd een geweldig inzet van meer dan 100%. Hij was altijd zo netjes op zijn kleding. En ik had altijd de gewoonte om een voor hem vuile onderbroek, voor mij een schone onderbroek, altijd op zijn schone kleren te leggen. Expres om hem te sarren. En dan werd hij kwaad en dan verscheurde hij die onderbroek helemaal van mij. Zo woedend was hij dan. Maar hij had ook ontzettende humor. Geweldige man. We hadden een trainer toen. En die had ook zo'n schoolbord met de namen van de tegenstanders erop. En er was een voetballer. Die speelde, dacht ik, bij de Graafschap. En die heette Leeuwerik. Was een goede middenvelder. En dat veegde hij nu dan uit. Dat Leeuwerik. En dan zet hij nu op Kiviet. En ook bij Anne Evers zweeg hij niet uit, zet hij nu op Jenever. En bij Harry van der Ham schreef hij op
achter Ham. Maar het mooie was dat die trainer, die kwam toen binnen, er was geen Korbach overigens. En die begon dan de bespreking en hij zei, jongens, die Kiefiet, die moet je goed in de gaten houden. En Klees, die achter Ham is ontzettend gevaarlijk in de dode momenten. Houd het in de gaten. En Jenever is natuurlijk vooral de laatste weken uitstekend op vorm. Dus die moet je heel kort dekken, want het is een gevaarlijke klant. Nou, al die spelers lagen natuurlijk op de grond van het lachen. Dat gebeurde dus niet één keer, maar het was gedurende een heel seizoen. Hè, had hij elke keer 3, 4 van die spelers had hij qua naam veranderd. Bijvoorbeeld eentje heette Slager, doorstrepen, daar maakte hij Bakker van. En die trainer begon dan gewoon verder te praten over wat Bakker in die wedstrijd moest doen. Of wat er tegen die Bakker gedaan moest worden.